Het is 2045. Er zijn op dit moment nog maar 500 geregistreerde blonden in Nederland. Ons cultureel erfgoed dreigt voorgoed te verdwijnen. Waar gaat dit heen? Een wereld zonder diversiteit is een wereld zonder blanke, blonde mensen. Mijn naam is Zomer van der Kruis en u kent mij misschien van Hartjes Liefde Geluk of Sterren Doen de Was. Stichting Cultuurbehoud heeft mij gevraagd om langs te gaan bij de laatste blonde community in Nederland. Nou, eerlijk gezegd was ik een beetje bang voor hoe ik daar zou worden ontvangen en wat ik daar zou aantreffen. Uitsluiting, overgewicht, racisme, incest, cola. U kent de vooroordelen. Maar deze mensen waren bereid om normaal met mij te praten. Zij zijn op zoek naar een betekenisvol leven, net als u en ik. En wij, als beschaafd land, zijn dan toch verplicht om hen die kans te geven? Kijk niet weg, maar geef. Deze mensen hebben uw hulp keihard nodig. Voor up-to-date lesmateriaal voor de thuisscholing, voorlichting over voedzaam eten en de gevaren van suiker en veilige seks binnen de familie. U wilt toch ook dat hun kinderen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen als onze kinderen? Deze mensen zijn blond geboren, maar u kunt ze weer hoop geven. Geef gul aan DigiP 555. Dank u wel.